Deze beschouwing die gaat over onze toekomst. Ik heb er al eerder een keer een beschouwing over gehouden. En ik heb er weer wat nieuwe dingen aan toe te voegen. Voordat ik erin ga duiken, wil ik even reclame maken voor mijn YouTube kanaal. En jullie vragen om abonnee te worden, als je dat niet al bent. En om uitzendingen die je leuk vindt, om dan ook op like te klikken. Al vind je het maar een klein beetje leuk. Ik denk, nou, het is wel een klein beetje leuk. Dat je toch even op like klikt. Als je echt helemaal niks vindt, moet je het niet doen. Maar als je het een klein beetje leuk vindt, even een duimpje omhoog. Wat ik ook fijn vind, is dat als je een vraag hebt of je hebt een opmerking, dat je een reply doet. Gewoon even reageren. Ik probeer erom te denken om iedereen die reageert ook antwoord te geven. Ik hoop dat ik dat altijd gedaan heb. En wat ik ook super tof vind, is als je shared. Delen dus. Hè? Heel fijn. Want ik heb nou 60 abonnees en dat is niet slecht. En gemiddeld luisteren er iets van 30 mensen per dag. Maar soms wel wat meer. Maar 30, 40 mensen per dag luisteren er naar dit kanaal. Maar dat mogen er best meer zijn, toch? Het is informatief en niet beledigend, niet pornografisch, en, ja, niet racistisch, niet seksistisch. En het gaat over de waarheid en filosofie en economie. En in dit geval gaat het over de toekomst. En wat kan je nou zeggen over de toekomst? Nou, ik zag een vrouw zitten afgelopen zaterdag bij het Centraal Station van Arnhem. En die was protest aan het voeren. En die had een bord. En op dat bord stond dat zij wilde dat de regering iets zou doen aan klimaatverandering. En zij wilde dat de regering dat zou doen door het volk te dwingen om minder te consumeren. Zij gebruikte het woord consuminderen. Dat is geen Nederlands, maar je snapt wat ze bedoelt. Dus niet meer consumeren. Dus minder consumeren. Zij denkt daarbij aan dat dan de economische activiteit afneemt. En dan gaan we minder koolwaterstoffen verbranden. En dan daalt de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer. En dan verandert het klimaat niet meer. Dat denkt zij. Zij is daar niet de enige in. Op Facebook ken ik ook iemand en die zegt ook dat soort dingen. Die mensen hebben het over een toekomst, hè? Die zien als toekomst dat Nederland onder water gaat lopen. En dat de kust van Nederland, die gaat dan ja, ergens bij de Utrechtse heuvelrug of zo lopen. Dan krijg je Amersfoort aan zee of zoiets. Zeg maar. Arnhem ligt 11 meter boven de zeespiegel. En Amersfoort. Ja.
En er moeten ook ettelijke meters erboven liggen. Die mensen die zien dat werkelijk, hè? Die hebben een toekomstbeeld waarin ze dat zien. Jij. Oh, Amsterdam is helemaal onder water. Heerhugowaard is weg. Schorel is weg. Zandvoort is weg. Den Haag is weg. Zoetermeer is weg. Het Groene Hart is weg. De Waddeneilanden zijn weg. Terwijl als je het hebt over de toekomst, dan is de methodiek om iets te zeggen over de toekomst, dat is om te kijken naar het verleden en dan het beeld van het verleden te extrapoleren, wat een mooi woord heet dat, een trend door te trekken naar de toekomst. Stel iemand die komt elke maand €10 tekort. Die geeft €10 meer uit dan dat hij binnenkrijgt. Nou, dan zie je dat die bankrekening daalt. Dus dan teert hij in op zijn spaargeld en ja, dan is het spaargeld op en dan moet hij krediet aan gaan vragen. En als iemand dus iedere maand een tientje te weinig heeft, dan heeft hij per jaar €120 te weinig. En ja, dus dat kan je doortrekken naar de toekomst. Hè? Eventueel doe je er iets bij met inflatiecorrectie of zo. De inflatie, die kan je dan ook, dan weet je ook ongeveer wat die is. Ook niet helemaal precies, maar zo ongeveer weet je dat. En dan kan je dus op basis van het verleden, kan je een uitspraak doen over het toekomstige banksaldo van zo iemand die elke maand een tientje tekort komt. Dan extrapoleer je de trend. Als je daarbij gaat zeggen van, ik voorspel dat hij dan nu elke maand een tientje tekort komt. Maar ik denk dat hij over een jaar, dan komt hij elke maand €500 tekort. Dat kan je ook zeggen. Maar waar baseer je dat op? Als hij tot nu toe elke maand een tientje tekort komt. En dat houdt ongeveer gelijke tred met de inflatie. En dat is constant. Ja, dan is er geen reden om aan te nemen dat die persoon in kwestie plotseling meer tekort gaat komen. Waarom? Ja, of minder. Ja. Dat moet je dan ergens op baseren. En dat kan je dan niet baseren op de gegevens uit het verleden. Snap je? Of dan moet je wat anders hebben gezien. Maar dan moet je dan wel onderbouwen. Nou, als je dit nu betrekt op het klimaat. En dan pakken we er als parameter eruit de zeespiegel. Nou, de zeespiegel stijgt. Die stijgt met een snelheid van 17 centimeter per 100 jaar. Dus in de tijd dat ik in Nederland woon, ik ben nu 60, is die met de helft gestegen. Dus dat is 17 gedeeld door 2 is 8,5 centimeter. Over 50 jaar, nou, dus 60 jaar, dus zeg 9 centimeter. Pak een buit. Nou, wat mag je dan verwachten voor de komende tijd? Ja, datzelfde. 1,7
millimeter per jaar. Dat is reëel. Dan trek je de trend van de afgelopen tijd trek je door. Wel is het zo dat de hoeveelheid water op deze aarde, die is beperkt. En die zeespiegelstijging komt doordat er landijs aan het smelten is. Water dat ligt op het land en dat zit nu in de zee. En daarom stijgt die zeespiegel. En het grootste reservoir aan landijs wat momenteel aan het smelten is, dat is Groenland. En ja, dat is zo dadelijk gesmolten. En het allergrootste reservoir aan landijs, dat ligt op de Zuidpool. Maar dat neemt niet af. Er valt wel eens een enorme gletsjertoestand in de zuidelijke IJszee met donderend geweld, tuurlijk. Maar dan moet je weten dat daar elke dag ook sneeuw valt. En het is er ongelooflijk koud, dus ja, er valt daar ijs in de zee, in de oceaan, waardoor de zeespiegel stijgt. Maar aan de andere kant, met al die sneeuw en het aangroeien van het landijs, heb je weer een negatief effect op de zeespiegel. Dus de bijdrage van Antarctica aan de verandering van de hoogte van de zeespiegel, die wordt door het KNMI van Nederland, ons meteorologisch instituut, ingeschat op nul. Over de afgelopen 10 jaren. En de verwachting is dat dat de komende jaren niet gaat veranderen, want waarom? Ja. Dus waar je vanuit moet gaan is dat het voorlopig nog eventjes 1,7 mm per jaar gaat toenemen. Dat die toename over een tijdje, dat die toename gaat afnemen. Dus wat moet je totaal verwachten? Nou, stel dat dat ijs op Groenland wat nu aan het smelten is. Want het gaat alleen maar om landijs, hè? Als Arctica, de Noordpool, als dat verder gaat smelten. En dat is maar de vraag of Arctica überhaupt aan het afnemen is. Maar stel, maar dat maakt niet uit voor de zeespiegel. Want het is zeeijs. En nou, als dat smelt, daar stijgt de zeespiegel niet van. Dat kan niet. Als je dat niet gelooft, dan moet je een glas water nemen. Daar doe je een ijsklontje in. Dat vul je tot aan de rand. En dan zet je dan in de vensterbank achter glas in een zonnetje. Nou, dan gaat het ijsklontje smelten. Maar dat waterniveau in dat glas gaat niet stijgen. Ja, doe het maar. Probeer het maar uit. Dat klopt, namelijk. Dus je moet het hebben van ja, de gebieden als Groenland en de Kilimanjaro en het sneeuw en ijs wat ligt in de Alpen. Nou, is dat dan het dalen? Dat laatste, dat vraag ik me af hoor. Iedereen die gaat nog steeds op wintersportvakantie, dus kennelijk is er nog sneeuw genoeg daar. En trouwens, zomers dan weer niet en dan winters groeit het dan weer aan. En ja, nee, de Alpen, dat is van nul en geen allerlei invloed op de zeespiegel. Nee, dat kan niet. Maar die Kilimanjaro, die hoge berg in Afrika, die wel. En dat smelt, dat ijs van de Kilimanjaro smelt. Maar het tempo waarin dat ijs op de Kilimanjaro afneemt, dat is niet meer wat het was. Dat was ooit heel behoorlijk in het begin van de 20e eeuw. Maar daarna niet meer. En neemt het ieder jaar een beetje af. En ja.
Ja, en hoe lang zal het duren voordat Groenland helemaal ijsvrij is? Stel 100 jaar. Nou, dan hebben wij nog 100 jaar lang 1,7 mm per jaar aan zeespiegelstijging. Dus dan komt er nog 17 centimeter bij. Dan hebben we het gehad. Nou, stel we zitten ernaast, dan komt er misschien nog in totaal nog een keer zeg maar 40 centimeter bij. Maar dat is een hoop hoor, op 1,7 millimeter per jaar dat je nog 40 centimeter stijging erbij krijgt. Maar dat is geen reden tot paniek. Waarom? En wij hebben hier in Nederland hele goede dijken. En wij wonen in gebieden en die liggen meters onder het NAP, meters onder de zeespiegel. Meters. Almere ligt 5 meter onder de zeespiegel. Ja, dat is nu al. Dus over 100 jaar is dat dan 5 meter plus 17 centimeter. Ja, nou men. En misschien is het dan 5 meter plus 50 centimeter. Dan is het dus 5,5 meter onder de zeespiegel. Omdat de zeespiegel dan 50 centimeter gestegen is. Maar ja, dan moet je toch echt even rekenen. Waar komt dat water dan vandaan? Want er is maar zoveel water op deze wereld. Dus het gaat allemaal niet zomaar. Dus de toekomst, als je het daarover hebt, dan denk ik, nou, die zeespiegel, niks aan de hand. De mondiale temperatuur, ja, die stijgt. Is dat erg? Nee. Maar ik vind dat niet erg. Ik heb er helemaal geen last van. De afgelopen periode dat het zo ontzettend warm was hier in Nederland, toen moest ik elke dag zo'n beetje werken. Maar ik heb er geen last van gehad hoor. Maar vorige week was het ook weer heel erg warm en was ik op een locatie aan het werk. Dus ik werk als schoonmaker in de gehandicaptenzorg. En was ik op een woongroep en die hebben 2 verdiepingen. En die verdieping daarboven, die zit dus vlak onder het dak. Dus is een stuk warmer. En het was zo warm weer. En toen vroeg iemand aan mij van, goh, heb je dus boven gewerkt en was het niet heel warm? En ik zo van, wow. Ja. Maar het was warm. Ja, buiten was het 32 graden, 34 graden. Ja, het was wel warm. Vind ik dat erg? Maar helemaal niet. Nou, watertekort hebben wij deze zomer niet of nauwelijks gehad, dacht ik. Is ook nergens voor nodig. Water genoeg in Nederland. En zou die trend van een hele warme zomer, zou dat door gaan zetten? Ja, dan moeten wij gaan beginnen met het aanleggen van waterbassins. Want er is genoeg regen in de herfst en in de winter. Echt. Maar als wij niet oppassen, hebben we heel hoog water in die rivieren. En ja. Hey, water genoeg hier in Nederland. En dan zeggen mensen van, ja, maar in Afrika, daar hebben ze droogteperiode en zo. En dan denk ik, ja, maar in Afrika hebben ze dat probleem al heel erg lang. Daar houden ze geen rekening met de toekomst. En wij wel. Dat doen wij al heel lang. En in Afrika hebben ze dat minder. Daarom heb je die hongersnoden daar.
Dat is een of andere Nederlander. Ja, wat is dat? Ja, volgens mij een Nederlander. Die is er op reis gegaan. Van het noorden van Afrika naar het zuiden. Heeft hij allemaal dingen meegemaakt. Schrijft hij dan over. En zijn conclusie is van dat Afrika een continent is waar de inwoners allemaal, of overwegend, aan het wachten zijn. Ze wachten af. Ze kijken wel wat er gebeurt. Ze zijn niet proactief. Ja, en dat gaat vroeg of laat een keertje fout. Zeker als je een behoorlijke bevolkingsgroei hebt. En die hebben ze daar. Er is zo'n land geweest en het werd in de jaren 80 getroffen door een hongersnood. En toen kwam er in het westen dan een actie op gang, zowel in Engeland als Amerika, dat populaire bands, zoals U2 en Madonna en noem eens wat, Sting. En in Amerika had je dan die andere, de Red Hot Chili Peppers hebben er ook gespeeld. Live Aid heette dat. Was op tv, ik weet niet hoeveel kanalen, iedereen kijken. En dat bracht dan geld op en van dat geld is er voedsel gekocht. En is dat voedsel allemaal verzameld en in vliegtuigen gestopt. En die vliegtuigen zijn naar het land gevlogen en daar is dat voedsel uitgedeeld. Ja. In dat betreffende land, daar wonen nu 7 keer zoveel mensen. En we zijn nu 40 jaar verder ongeveer. Nou, iets minder, 30 jaar verder. We zijn 30 jaar verder, daar wonen 7 keer zoveel mensen. En er dreigt weer een hongersnood. En toen hadden wij 2 locaties. Een locatie in Londen, in Wembley Stadium. En een locatie ergens in Amerika, ik denk in Los Angeles. Zo. Met allemaal beroemde bands. Ja, en nu moet je dan 2 keer 7 locaties hebben. Dus dan moet je weer Wembley Stadium pakken. En dan nog Los Angeles erbij. En dan Amsterdam Arena. Maar ja, daar passen niet zoveel mensen in. En dan een stadion in Moskou. En dan nog een stadion in Uppsala. En dan nog een stadion in de buurt van Parijs. En dan, ga maar even door. 14 van die stadions. En wie moeten er allemaal gaan optreden dan? Je moet ook 14 keer zoveel artiesten hebben. Nou, ik kan je gaan vertellen dat als die hongersnood uitbreekt in dat gebied, en die is misschien al bezig, maar de toekomst wordt niet dat wij dan weer Live Aid gaan doen. Dat helpt niet. En de klimaatverandering, er wordt ons dan in de schoenen geschoven van het komt door die CO2. Er zijn helemaal geen bewijzen van. Het enige waar men mee hamert is dat het wordt warmer en de koolstofdioxide, de concentratie, CO2, die stijgt. Ja. Je kan ook zeggen het aantal immigranten in Nederland neemt toe. En het aantal homohuwelijken neemt toe. Dus de immigranten zijn verantwoordelijk voor de homohuwelijken. Nou, dat slaat ook nergens op. Dat zijn gewoon 2 dingen die hebben niks met elkaar te maken. Dus het aantal homohuwelijken neemt toe de afgelopen jaren, omdat het gelegaliseerd is en ook allemaal dingen als gay parade of pride parade, dat neemt allemaal toe. En de immigranten komen allemaal naar binnen. Ja. Maar het is niet zo dat die immigranten daarvoor verantwoordelijk zijn.
Dat zijn twee dingen die hebben niets met elkaar te maken, maar vinden gelijktijdig plaats. En in het geval dat de wereldtemperatuur toeneemt en dat de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer stijgt, dat kan ook komen doordat de wereldtemperatuur zonder meer toeneemt door zonneactiviteit. Want de zon produceert niet constant. En er zitten fluctuaties in. Dus hoeveel zonne-energie die op de aarde dendert elke dag, die varieert. Niet van dag tot dag, maar wel van jaar tot jaar of tientallen jaren tot de volgende decennia tot decennia en eeuw tot eeuw. Ja, gedurende de middeleeuwen was het heel erg warm hier op aarde. Ja, dat had niks te maken met koolstofdioxide, veroorzaakt door de mens of zo. Echt niet. Tuurlijk niet. En er zijn mensen die denken van dat die koolstofdioxideconcentratie dat die toegenomen is doordat de mondiale temperatuur gestegen is. Want ze zijn gaan rekenen aan wat nou de bijdrage van de mens is aan de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer. Want koolstofdioxide, dat is een heel normaal gas. Dat komt bij een bosbrand komt het vrij. Bij een vulkaanuitbarsting komt het vrij. Als een olifant een scheet laat, dan zit er CO2 in. CO2 zit overal. Dat komt overal vrij. En dingen zijn niet constant. Dus, CO2 was ooit in het begin van de 20e eeuw 0,03% van de atmosfeer. Dat is helemaal niet veel. 0,03%. Dus 0,3 promiel. 3/10.000ste. Ja, dat is heel weinig, man. En het is nu wat meer. Het is nu de helft toegenomen. Ja. We weten ook dat het in periodes heel, heel lang geleden was de koolstofdioxideconcentratie veel hoger dan nu. Echt veel hoger. Ja. En dat hebben we ook overleefd. Dus. Dus de toekomst qua milieu is er helemaal niks aan de hand. Er is geen reden om je ergens zorgen over te gaan maken. In Afrika is men niet proactief. Ja, is men al jarenlang niet proactief. Al die ontwikkelingshulp heeft geen s'nachts geholpen. Tenminste, ik heb daar niks van gehoord dat het duurzaam geholpen heeft. En gaat die mentaliteit daar veranderen? Nou, ik zou niet weten waarom. Lopen ze het risico op weer een hongersnood? Jazeker. Is dat onze schuld? Nee, helemaal niet. Ik ben nu bezig met bimetalen. Peltier-elementen heet dat. Die kosten helemaal niks. Ik heb er twee gekocht. En die zijn naar me toe verzonden vanuit Amerika. Ik moest er wel even op wachten. Maar kost helemaal niks. €5. Nog geen €5. Had ik er twee. Bij mij in de brievenbus. Daar heb ik een experimentje mee gedaan. Heel simpel. Nou, dat werkte. Mijn verwachting kwam uit. Klopt inderdaad. Nu ga ik verder. En wat kan je doen met een Peltier-element? Nou, daarmee kan je van zonlicht elektra maken. Maar dat kan al, Perry. Dus waar ben je nou mee bezig? Ja, dat kan wel. Maar dat doe je met hoge technologie. Dat heet PHV. Fotovoltaïsche cellen. Daar moet seleen of zo moet erin en silicium en nikkel en
Allemaal metalen die zeldzaam zijn. En die duur zijn. En een Peltier-element, ja, dat kost dus helemaal niks. Als ik er 2 kan kopen, helemaal vanuit Amerika hier naartoe verscheept, en dat kost geen 5 euro. Nou, dan weet je dat ik het heb over niks. Nou, en als je een Peltier aan een element aan de ene kant laat verwarmen met zonnestralen, en aan de andere kant weet af te koelen met een, noem ik maar, een warmteopslag. Een ding wat relatief koel is. Dan krijg je een temperatuursverschil tussen de bovenkant en de onderkant. En dan gaat er een stroom lopen. Ja, heel grappig. Dan krijg je elektra. Nou, en in Afrika heb je 1000 watt per vierkante meter. Niet overal, maar bij de Sahara wel degelijk. Dat is veel hoor, 1000 watt. En stel je weet van die 1000 watt 1% effectief te winnen, wat aan de krappe kant ingeschat is. Maar stel 1%. Dan heb je toch nog 10 watt per vierkante meter. En aangezien vierkante meters in de Sahara, die zijn daar voldoende. Ik heb zo'n rekensommetje gemaakt. Wat je wel niet kan beuren aan elektriciteit. Ik ga hem er even bij pakken. Dat is best veel. Ik stond ervan te kijken. Een low-tech solar. Kijk hoor, met een breedte van 10 bij 10 meter. Met 10 watt per vierkante meter. Heb ik hier gerekend? Ja, ik heb zo'n spreadsheet, hè? Er staat 20. Maar met 10 watt, dat moet te doen zijn, heb je 1% efficiency. En dan krijg je netto 8 kilowattuur per jaar. Nou, 10 bij 10 meter is helemaal niks. Nee, 9000. 9000 kilowattuur. Even kijken of de formule klopt. Ja, gedeeld door 3600, gedeeld door 1000. Ja, klopt. Per jaar. 9000 kilowattuur. Nou, ik verbruik aan elektra per dag 3 kilowattuur. Dat is niet veel. Maar ik heb dus per jaar 1000 kilowattuur nodig, ongeveer dan. Zeg 2000. Nou, dan kan ik dus van een stukje van 10 bij 10... Als dat van mij zou zijn, heb ik 9000 kilowattuur, terwijl ik er maar 2000 nodig heb. Dus dan kan ik mijn gas ook nog indoen. Zo. Dus een stuk van 10 bij 10 meter, ergens in de Sahara, het levert genoeg energie op voor mij. Voor mijn huishouding. Nou, you believe me, dat zo'n stukje van 10 bij 10 in de Sahara, wat kost dat? Helemaal niks meer. En die Peltier-elementen, die kosten je ook niks. Dus die... En voor een kilowattuur betaal ik hier 22 eurocent. Als je daarmee gaat rekenen, dan levert dat dus, wat heb ik hier staan, 900 euro per jaar op. Maar is toch een leuk bedragje. En met die elektra kan je dan in de Sahara gaan doen wat je maar wil. Kan je ook opslaan.
Daar heb ik denk ik ook rekening mee gehouden. Want als je uitgaat van 10 watt per vierkante meter met een 1000 watt per vierkante meter aan zonne-energie, dan heb je dus maar 1%. En we zouden die PLC-elementen, ja, die moet je 5% kunnen halen. Nou, 1% van 1000 is dus 10. En dan heb je dus 50 watt. Wat die PLC-elementen kunnen leveren. Maar dan moet ik het nog opslaan. Ah, dat wordt wel leuk. En het systeem wat ik uitgedokterd heb, wat helemaal niet zo moeilijk is. Dat geeft ook 's nachts, als de zon niet schijnt, geeft dat ook nog stroom. Dus die, die ene kilowatt of zo wat eruit komt. Dat is een zowel overdag als 's nachts. Dat is toch leuk. En dat kan je ook gebruiken om te koelen. En als je in de woestijn gaat koelen, omdat in de woestijn de luchtvochtigheid heel hoog is, zou je niet zeggen, maar absoluut gesproken zit er heel veel waterdamp in de lucht. Het regent er niet, omdat de relatieve luchtvochtigheid laag is. Maar absoluut gesproken is die vrij hoog en als je die lucht gaat koelen, dan krijg je condens. Nou, dan heb je water. En dat lijkt me wel handig in de woestijn. Het lijkt mij dat in de woestijn water vrij duur is. Dat is een economisch goed. Kan je ook doen. Je kan zeggen, ik ga helemaal geen elektra produceren. Ik ga water produceren in de woestijn. Met behulp van zonne-energie. Dan heb je geen bewegende onderdelen. Dus een slijtage van bijna niks. Ja, het moet interessant zijn. Dan heb je de combinatie met een groot braakliggend terrein. Je hebt water. Dan heb je nog organisch materiaal nodig, afval. Nou, wij hebben hier dan een probleem met iets als kalverenmest. Dat weet ik dan toevallig. Wel, die intensieve veehouders heb je allemaal mest en meuk. Nou, die mesten in containers naar de Sahara toe. En daar vermengen met zand. Een beetje biologen erbij die dat, de juiste plantjes weten uit te zoeken. Dan maak je de woestijn groen. Dat zal de toekomst worden als we dat willen. Maar momenteel is het animo daar. Ik vraag het me af hoor, of dat er wel is. Maar het zou prima kunnen. Het zou een mooie toekomst zijn, vind je niet? En dan die mensen hier in Europa die allemaal lopen te klagen over de zeespiegelstijging. En ik vind het vervelende mensen. En zo'n vrouw, en die ken ik dan ook persoonlijk, en die zit op Facebook. En die heeft dan ook de mond vol over wat Barack Obama had gezegd. Wij zijn de eerste generatie die de klimaatverandering ervaren en de laatste generatie die er wat aan kunnen doen. En dat gaat ze dan op Facebook zetten. Barack Obama is een leugenaar. Die heeft gelogen over dat hij ervoor zou zorgen dat ze zouden stoppen met die oorlog in Irak. Maar daar heeft hij helemaal niet voor gezorgd. En hij zou ervoor zorgen dat die oorlog in Afghanistan zou stoppen. Daar heeft hij ook niet voor gezorgd.
Hij zou Guantanamo Bay gaan sluiten. Dat heeft hij helemaal niet gedaan. En hij zou niet langer toestaan dat de economische crisis zouden worden opgelost door de bankiers extra geld te geven. Maar dat zouden we echt niet meer doen. En wat ging hij doen? De oorlog in Afghanistan moest toch nog maar even doorgaan. En voorlopig maar even 10.000 extra mannen en vrouwen er naartoe. En Irak hetzelfde verhaal. En Guantanamo Bay, dat laten we toch nog maar even open. En aan de bankiers toch nog wat geld. En dan wat geld? Ja, ben jij gek, joh. Dat ging in de biljoenen. Duizenden miljarden, man. Triljoenen noemen we dat. En dan zo'n man die brult dan wat over het klimaat. En dan zo'n vrouw die hobbelt erachteraan. En die gaat dan een beetje de paniekpolitie lopen uithangen. Nee, dat is allemaal niet aan de hand. En de negatieve dingen die je ziet, dat is dat de waarde van het gezin, dat doet er niet meer toe. En mijn dochter zo heel blij tegen mij zegt van, pap, ik ga niet verantwoordelijk zijn voor een gezin hoor. Ik ga lekker voor mezelf zorgen en dat vind ik mooi genoeg. Alsof ik daar blij van moet worden. En het gezin, wat dus, ik ben op straat gezet toen mijn dochter 10 was. En ga maar weg. Ik heb helemaal niks fout gedaan. Ik ging elke dag onder de douche. Ik deed elke dag de afwas. 6 dagen in de week stond ik als eerste op. 4 dagen in de week maakte ik het warm eten, zeg het maar. En dan word je het huis uitgedonderd. Ja, ja. Dat is niet goed, hè? En daardoor krijg je dus dat mensen zoals mijn dochter dan gaan zeggen van, nou, ik ga lekker voor mezelf, want een gezin, dat is helemaal niks waard. Haar jongere broer, die is vermoord in de buik van haar eigen moeder. Hè? Interesseert mijn dochter helemaal niks. Ja, dat is een hardheid die toeslaat. Hè? En daar maak ik mij maak me zorgen over. Dat is niet gezond. Punt. Daar heb je niks aan. Kijk, dat kinderen vermoord worden in de buik van hun moeder. Dat is echt rampzalig. Dat geeft slecht karma aan. Zonder meer. Dat is niet gezond. Het is geen recht van de vrouw. Dat slaat nergens op. Oh ja, en die vrouw die dan Barack Obama loopt te citeren. Terwijl Barack Obama dat helemaal zelf niet verzonnen heeft, maar een of ander marketingbureau. En waar gaan we nou de mensen weer angst mee aanjagen? En Barack Obama gaat het dan voorlezen. En daarna gaat Barack Obama in zijn privévliegtuig weer terugvliegen naar zijn derde vakantiehuis ergens in de Amazone. Dat is allemaal niet erg, hè? En die vrouw die dan Barack Obama citeert, die waagt het dan ook om op Facebook dingen te zetten als dat een vrouw behoefte heeft aan een partner die ook een keertje opruimt.
En de afwas doet en zo. Nou, ik ben een keer bij haar thuis geweest. Ik schrok me echt de kleren, man. Wat een vieze bende is het daar. En zo'n vrouw doet dan hè, van ja, wij vrouwen, wij worden maar geacht om de huishoudster uit te hangen en alles schoon te maken. En die mannen die zitten maar op de bank met een krat bier en Duitse worst, zitten ze voetbal te kijken. Maar dan moet je haar woning zien. Ja, ja. En dan woont ze in er eentje, echt één grote panel. Nou, niet dat mijn woning nou zo super, super, super opgeruimd is. Dat is ook niet waar. Maar ik heb net wel eventjes, toen ik in de keuken aan het rommelen was, een groot steen gevuld met heet water en afwasmiddel. En daar zit de vaat in, hoor. En voordat ik zo dadelijk de deur uit ga, dan til ik even die meuk eruit en die gaat in het droogrek. En als ik terugkom van mijn werk, dan gaat het in de kast. En dat weer opgeruimd. Nee, dat is ook voor de toekomst. Dat idee met ja, homohuwelijken en transgenders, heb ik nog niet eens over gehad. Maar dat is een hopeloze weg. Dat is een doodlopende weg. Daar heb je helemaal niks aan. Mensen met een probleem op seksgebied, ja, maakt mij het uit. Wat zorgelijk is, is dat er geen gezinnen duurzaam zijn. Dat is erg. Daar maak ik mij wel zorgen over. En aan de ene kant zijn dat de mannen natuurlijk. Maar die vrouwen, die doen ook vrolijk mee hoor. Want het overgrote deel van de scheidingen wordt aangevraagd door de vrouw. Jazeker. En die mannen bij een scheiding, die trekken aan het kortste eind. Op een hele bittere manier. Dermate bitter dat het opvalt in de zelfmoordstatistieken, dat mannen die dan de dupe zijn van een vrouw die wil scheiden, die hangen merkwaardig vaker dan gewone mannen aan een touw te bengelen in hun nieuw verworven woning. Omdat ze het niet meer zien zitten. Maar ja, wie gaat daar een halt aan toeroepen? Ja? Ik zou er een voorstander van zijn. Ik heb er al een keer een uitzending over gehouden dat ik denk van nou, wat je moet doen is je moet als man niet meer trouwen volgens de wet of voor de wet. Dat moet je niet meer doen. Je moet je eigen contract opstellen met je partner. En als ze dat niet wil tekenen, weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt en dan beëindig je de relatie. En een belangrijke regel in dat contract is dat degene die vreemd gaat, dat is degene die de deur uitgaat. En die mag de kinderen heus nog wel af en toe zien, maar degene die niet vreemd gegaan is, die bepaalt de frequentie van het contact. En als degene die vreemd gaat de moeder is, dan maakt dat niet uit. Nou, vrouwen die dat niet willen tekenen, weet je al gelijk van, dat moet je niet hebben. En die andere regel is geen seks met een vrouw voordat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Dus geen seks op een eerste afspraak en geen seks voor de rest ook niet. Totdat je weet wat voor een type dat is. Want er zijn nogal wat vrouwen die lopen vrij in de rondte. Dat is een ramp. Als je daar seks mee gaat hebben, is het einde van je sociale leven.
einde van je leven. Ze maken je kapot. Giftige vagina's. In mijn leven is nou geen vrouw, hè? En ik heb het vermoeden dat het ook niet gaat gebeuren. Het zou kunnen, hoor. Maar ik ben er niet apert op tegen. En ik kijk wel om me heen. En ik zeg, er zijn wel vrouwen van mijn leeftijd die ik wel aardig vind. En ik denk van, wauw, ik vind je wel aardig. En misschien een keertje. Een keertje uit eten of een keertje een filmpje kijken. Of, misschien een keertje een stedentripje maken. Maar ja, ik hou niet zo van stedentripjes. Ik heb eigenlijk alles al gezien. Maar een keer wat samen gaan doen, dat zou wel leuk zijn. Iets wat ik dan ook leuk vind. Hè. En voor de jonge lui zou ik hetzelfde willen adviseren. Want laten we eerlijk zijn, gezinnen moeten erbij komen. Dat is geen kwestie. Dat is geen vraag. Dat is een moeten. En er is geen enkele reden om de mensheid te laten uitsterven, snap je? Echt niet. Waarom, joh? Zo erg is het niet. Hè? Ik heb al verteld, met het klimaat is echt geen reet aan de hand. Het enige probleem wat we hebben is dat we een samenleving hebben die zich nergens wat van aantrekt en een beetje moord en brand loopt te brullen over een zeespiegelstijging van 30 meter of zo. Terwijl dat helemaal niet aan de orde is. In Afrika komt weer een hongersnood. Nou, dat heb ik uitgelegd. Die mensen zijn niet proactief. Ze wachten af. Ja, dan krijg je wel van alles. Dat moet je zelf weten. De Amazone staat helemaal niet in de fik. Dat is ook zoiets. Daar brullen we maar. Oh, de Amazone staat in de brand. Oh, dat is helemaal niet waar. Heeft iemand uit zijn duim gezogen? Er is altijd wel een bosbrand ergens. Ook in de Amazone. Ja, hoort erbij. Het aantal bosbranden, dat wordt al heel lang in de gaten gehouden en het is stabiel. Maar ja, het neemt niet per se af. Nee, hoezo kan dat ook? Waarom zou het aantal bosbranden moeten afnemen? Wie heeft dat dan weer verzonnen? En het is in de Amazone, dus waar maak je zorgen over? Ja, toch? Nou, en dan zeg ik heel tevreden vanuit Arnhem, vanuit mijn IKEA-bed. Heel CO2-neutraal. Zeg ik tegen jullie, tjus. En dag lieverds, maak je geen zorgen over de toekomst.